Ja, en nu dan? Schrijft iedereen aan mij. Ja, wat moeten we nou met Mona, Harry? Ja, ja, maar jij bent toch zo BBB? Ja, en wat doen we nu? Vrienden, ik twijfel ook. Ja, tuurlijk. Ik weet het soms ook gewoon helemaal niet meer. Want ik dacht bij mezelf, zoals de dingen nu gaan, hè, ja, dan is het waarschijnlijk het slimste en het handigste om VVD te stemmen. Ja, en daar waren jullie, een heleboel van jullie, het totaal niet mee eens. Dus die zeiden, hou op, van mijn leven geen VVD. En heb je niet gezien wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan? Ja, dat weet ik, ja. Ja, dat lijkt nergens op. Liever stem ik ook geen VVD, vrienden. Liever gaat mijn stem naar de BBB. Maar ja, dan krijg ik nu in één keer krijg ik die Mona voorgeschoteld. Ik weet het niet met die Mona. Ja, ik heb het niet zo op Mona. Nee. Ik heb daar gewoon geen goed gevoel bij. Nee, dat is hem gewoon. Ja, je stemt toch ook op personen? Je stemt toch niet alleen maar op beleid en op programma's? Nee. Nee, Mona. En ik weet het ook niet met de Caroline samen. Ja, gaat dat allemaal wel werken? Gaan die elkaar niet in de weg lopen? Weet je wel, wil die Mona niet misschien toch iets te veel de eerste viool spelen? Die, ja. En krijgt de Caroline dan misschien straks toch een beetje spijt? Die, ik weet het niet of dit nou goed is. En dan nog wat, zou ik gewoon op die Mona hebben gestemd? Bijvoorbeeld bij CDA of zo, toch geen denken aan? Nee. En nou als ze bij de BBB is, dan zou ik dus dan BBB stemmen. Ik weet het niet, nee. En als ik de Caroline zou horen. Ja, trouwens, de Caroline kijkt ook helemaal niet zo vrolijk de laatste tijd. Veel te gespannen. Waar is die leuke, onbevangen partij? Weet je wel, die overal een beetje, die opstandige partij, die overal een beetje lekker tegenin gaat. En met die jolige Caroline. Waar is dat? Dat dreigt ook een beetje onder te sneeuwen. Ook door die komst van een beetje zo Mona, ja, ik weet het allemaal niet. En dan krijg ik ook zo'n antwoord van de Caroline. Ja, waarom zou BBB moeten stemmen? Ja, BBB moet je stemmen. Want wij zijn ook voor het kleine gebeuren. Zullen we zeggen, ja, voor het zwembad en voor die extra busbaan. Hou even op, zeg. Ja, en wij zijn de partij van met de poten in de klei. Ja, nou, hallo, hé. Hallo, dat soort dingen wil ik gewoon niet te vaak horen, nee. Waarom begin je niet over asiel? Asielbeleid, bang, daar moet je sterk voor maken, Caroline. En niet dat van met de poten in de klei. Dus dan twijfel ik weer of ik mijn stem aan de BBB moet geven. En aan de andere kant denk ik weer van ja. We moeten uitkijken dat we die Timmermans niet te paars maken straks. Want die komt er gewoon in. Ja, en dan is het wel handig als hij een beetje opgesloten wordt door Omtzigt. Want die komt er natuurlijk ook in. En dan laat BBB dan maar aansluiten. En die Omtzigt wil dat natuurlijk. Want die heeft BBB nodig in de Eerste Kamer met al die zetels. Ja, en dat wil die Timmermans dan ook wel. Laat BBB dan maar aansluiten. Dus dan is het misschien wel weer handig als we BBB groot maken. Oh, vrienden. Ik ga voorlopig maar eens even in de wachtkamer zitten. Ik ga eens eventjes rustig afwachten wat er gaat gebeuren. Eerst maar eens eventjes de peilingen afwachten.